My tree belt, mate. Zit je op de wc? Ja, en leuk. Ja. Hallo allemaal! En leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Mijn vorige weekvlog van vorige week was echt super leuk. Maar hij was zo leuk dat ik hem in twee delen heb gehakt. Het is gewoon een weekvlog, maar het is een iets vertraagdere weekvlog-achtig ding. Omdat ik dus die ene weekvlog zo leuk vond dat ik hem in twee stukjes moest hakken. Want anders was die wel weer veel te lang. Dus ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben met het kijken van deze weekvlog. Maar ik dacht, ik leg het gewoon even uit hoe het zit. Alvast heel veel kijkplezier. Abonneer ook alvast even. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 27 februari. Het is bijna 8:30. Dus ik moet bijna in de auto zitten. Maar dit is wat ik vandaag aan heb. Ik heb dit shirtje aan van de Pull & Bear. Met dit rokje van Vincino. Dan gewoon een panty. En dan doe ik nog mijn Nick & Nick laarsjes eronder. En ik heb dus dadelijk opnames in Hilversum. Maar we moeten er eerst nog naartoe rijden en zo. En ja, ik heb er zin in. Ik ga nu even snel wat eten. We gaan onderweg. Ze moet een beetje lopen en dan moet ze naar binnen lopen. Ze doet het heel goed hoor. Dat is echt trots. Zo trots. Sta je nou de planten te slopen? Ja, ik hou van de natuur. Dat is toch mooi? Ik ben er bloemetjes aan verzorgen. Ja, ik ben jij. Oh, ik zou zeggen, gewoon in een zangcarrière. Tegenaan, kind. Ik kan het goed zeggen. Ik kan niet zien, ik wil één danser. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken nog steeds naar mijn vlog. Het is vandaag zondag, ik heb vrijdag en zaterdag niet gevlogd. Omdat ik bij iemand bleef slapen. Dus dan neem ik mijn camera niet mee, want dat vind ik stom. Maar vandaag ben ik bij mijn Chael, want Chael heeft zijn videoclip. Ja, lekker close. Hallo jongens. Ja, we houden van close-upjes. Oké, we hebben net al opnames gehad en zo. Ja, met Chael, want zijn nieuwe lied met Eel en Matje echt. Wat lelijk. In ieder geval. Heel lelijk. In ieder geval hebben dus hij vandaag de opnames van zijn videoclip en ik ben figurant. Ja, zij is mijn figurant. Vind ik heel leuk. Leuk dat je er bent, schat. Ja, fijn. Ja, maar we gaan nu eten. Ja, dadelijk gaan we eten. Ja, een beetje filmen. We gaan alles filmen en daarna mogen we eten. Zo werkt het altijd. Ja, ik weet het. Oké. Nou, dat gaan we doen vandaag. En we nemen jullie graag mee. Nou, we zijn dus nu bij de opnames. Het is echt super leuk en we gaan dadelijk schaatsen. Dus ik heb er heel veel zin in. Oké, we zijn net klaar met de video's opnemen. Ja, doen we normaal. Ja, hallo jongens. Ik word gekild. We zijn net klaar. Ja, doen we normaal. Met... We zijn net blijf klaar. Staan! Fuck. Ik weet niet wat hier gebeurt. We zijn net klaar met de video op. Maar Chael, doe normaal. Doe normaal staan. Hi, lekker stijfjes. Wil jij even vasthouden, want het is een beetje zwaar. Eel, wel fatsoenlijk. Ik kan dit niet. Ik ben geen We zijn YouTuber. Net klaar met de video opnemen. Ja, en leuk. Ja. Oh, om de traditie erin te houden. Nou ga ik echt nooit meer bij je staan. We zijn klaar met de opnames. En we zijn even gestopt, want ik wil graag ijskoffie. And I got it. Ik ben Dunkin' verslaafd de laatste tijd. We hebben ook donuts.
Die vrouw heeft me wel de foute donut gegeven. Maar dat maakt niet uit. Want dit is een andere als van dezelfde soort die ik altijd heb. Maar misschien is dat gewoon een teken dat ik een keer een andere moet proberen. Hoezo is heeft je de verkeerde? Ja, ik heb eigenlijk deze met in het bruin. Het bruine chocola. Oh, waren dat twee soorten? Ja. Maar dat maakt niet... Nou, ik zei wel de goeie. Maar dat maakt niet uit, want ik denk dat dat gewoon een teken is dat ik deze eens een keertje moet proberen. Toch? Over 400 meter, voeg in op de A2. Weet je, want die donuts kosten toch allemaal hetzelfde, dus dat maakt ook geen verschil. Over 300 meter, voeg in op de A2. Kijk jongens, ik denk altijd maar zo, als dat je een keertje iets fouts meekrijgt in een winkel of zo, bij de Starbucks, denk ik altijd, it's meant to be dat je dat probeert. Want waarschijnlijk vind je dat dan heel lekker. Dus ja. Hoi allemaal. Oké, ik zie er nu fucking slecht uit. Maar het is vandaag vrijdag. Maar ik heb dus net een pakketje gekregen. Of ja, ik ging zeg maar, ik heb gisteren dus ook allemaal mascara om mijn ogen. Ik heb gisteravond dat ik echt geen zin om nog die restjes make-up eraf te halen. Dus moet ik ook gaan slapen. Maar dan krijg je dus dit. Oké, maakt niet uit. Ik had dus gisteren iets besteld bij Most Wanted voor de eerste keer. Ik had nog nooit iets besteld bij Most Wanted. Maar mijn flarebroeken de laatste tijd zijn allemaal wat te groot. En dat vind ik heel jammer, want ik draag heel graag flarebroeken. Maar ze zakken gewoon af en door een flarebroek kan je geen riem doen. Dus ik vond het gewoon heel jammer. Dus was ik gaan kijken op allemaal sites en toen kwam ik eigenlijk bij Most Wanted. Ik had dan nog nooit iets besteld en ik vond deze flarebroek is gewoon een zwarte en die vond ik heel leuk. En toen ging ik dus daarnet kijken bij Track and Trace van hoe ver mijn pakketje was. Maar hij is dus gewoon al bij mij thuis aangekomen terwijl ik hem gisteren had besteld. Dus eerst stond hij dat hij zaterdag zou binnenkomen. Dus vandaar dat ik er een beetje verwonderd door ben. Ik hoop ook dat hij past. Want ik heb dus nog nooit iets besteld bij Most Wanted. Dus ik weet ook niet hoe dat normaal gezien nou gaat. Het is gewoon een zwarte flarebroek. Maar er stond ook dat hij heel zacht was. Oh ja. Oh, hij stinkt ook niet. Ik heb dat heel vaak als ik wat bestel, dan stinkt de broek, zeg maar. Weet je wel, of de kleding. Dat is gewoon een simpele flarebroek. Ik hoop wel dat hij niet doorschijnt, want het is niet een heel dik stofje. Kijk, het is gewoon een hele simpele zwarte flarebroek. Dus ik hoop dat ik hem leuk vind, dat hij me past. Want hij ziet er wel best ruim uit. Ik heb hem met een S besteld. Maar ik ben nog altijd bij nieuwe sites, zeg maar, waar ik nog nooit iets heb besteld. Ben ik daar altijd best wel picky over of zo. Of dat het allemaal wel past. Dus ik zal hem even passen. Ik vind hem heel mooi. Hij past heel goed of zo. Ik weet niet. Ik vind het een hele mooie. Oh. Ik ben er blij mee. Ik heb trouwens nog dingetjes besteld, want ik heb bij Zalando heb ik een zwarte kooltrui besteld en een zwart open dingetje. Dus ja, ik heb allemaal zwarte dingen. Oh, en een kettingje heb ik besteld. Maar die heb ik besteld bij Sis The Label. Ik ben echt super blij met de flarebroek. Omdat die ook gewoon, weet je, hij past echt heel goed. Ik ben net nog even in de spiegel gaan kijken. Hij staat echt heel mooi. En hij accentueert mijn taille heel erg. Want dat was ook de reden dat ik een nieuwe flarebroek wou bestellen. Omdat ik ben in mijn taille ben ik wat slanker geworden door het fitnessen. En al mijn flarebroeken pasten gewoon niet meer. En ik draag die broeken echt super graag. Want die zitten kei lekker en het ziet er ook nog heel mooi uit. Dus ik wilde heel graag een nieuwe. En ik vond deze en ik vond hem echt heel leuk. Alleen altijd als ik bij nieuwe sites iets ga bestellen, want ik had nog nooit iets besteld bij Most Wanted, ga ik altijd maar van het ergste uit. Want als ik dan helemaal denk van oh, het is heel mooi en het is uiteindelijk heel lelijk, dan ben ik ook weer teleurgesteld. Maar deze staat echt heel mooi, dus ik ben er heel blij mee.
Ik ben dus nu, ik kom dus uit de douche en ik ben dus nu gewoon skincare en zo doen. Ik ga dadelijk mijn make-up doen. Maar ik heb dat pakketje binnengekregen van Sis The Label. En dat was dus dit kettingje. Het is dus met zo'n slotje wat ik de laatste tijd echt overal op TikTok zie. En er staat op het slotje, staat love. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Kijk, op het slotje staat dus love. En ik had hem per ongeluk in het goud besteld, want ik wilde hem eigenlijk in het zilver. Maar ik denk niet dat ik het heel erg vind, want het is ook leuk als ik gewoon eens goud draag. Ik hoop niet dat het heel snel verkleurt, want ik heb een super hoog zuurtegehalte. Oeh, what the fuck. Ik hoor in één keer niks meer aan dit oor. Oké dan. Wat ik nu aan het doen ben, ik ben dus nu skincare aan het doen. En ondertussen, ja, jullie gaan me echt een nerd vinden voor dit, denk ik. Maar ondertussen ben ik FC De Kampioen aan het kijken. Het is misschien heel stom, maar ik kijk dit eigenlijk al sinds dat ik klein ben. En ze maken nu ook geen afleveringen meer. Maar ik vind het soms echt super leuk om te kijken, dus dat ben ik ook nu aan het kijken. Waarschijnlijk echt super stom, want ja, misschien een beetje nerdy. Maar ik vind het echt super leuk om te kijken. Dus ja. Mathieu belt mij. Ja, sorry, ik klikte verkeerd op jouw naam. Hoi. Ik weet niet waarom jij ertussen stond, maar ik klikte. Waarom? Maar ik klikte volgens op jouw naam. Waarom zie ik de zijkant van je hoofd? Omdat die zijkant, omdat de zijkant mooier is dan mijn hele hoofd. Oh, dat is niet waar. Wat, zit je op de wc? Nee, ik zit in de gang. Waarom zit je op de vlak? Ja, ik moest dus een outro opnemen, maar ik ben dus ook... Jij belt mij en ik was dus nu aan het vloggen. Ik ga het maar opnemen. Ja. Nou, hoi. Ja, maar laat dan gewoon je hoofd zien. Ja, maar ik heb geen hoofd. Kijk, dit is zo FaceTime je dus met Mathieu. Je ziet de zijkant van je... Je ziet de zijkant van zijn gezicht. Laat je hoofd zien. Ben je de auto aan het opnemen van je navel? Nee, ik ben mijn... Oh, daar is hij. Ik ben mijn... ik ben aan het vertellen tegen mijn nieuwe weekvlog. Oh. En ik moet een intro en een outro opnemen voor die video. Van de behind the scenes van jouw videoclip. Oh, daar maak je nou apart van. Ja. Oh, dat is leuk. Oké, dat was Mathieu. Het was vandaag zondag en ik heb vandaag gesport, gechilled, gewoon hetzelfde normale dingen. En nu ga ik het allemaal weer bij eten met frietjes. Yay! Maar ik ga dus nu lekker eten. Nou, was dat geen leuke weekvlog? Ik denk van wel. Als jullie dit ook een leuke weekvlog vonden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. En dan zie ik jullie hopelijk weer tot de volgende keer. Heel veel kusjes van mij. And I will see you later. Alligator.